eigenlijk als een ontmoetingsplek. En dan is het ook in ieder geval gebouwd voor mensen die hierboven ook wonen, of hier in de 6 woontorens wonen. Daarnaast is iedereen welkom die hier naar binnen wil. Normaal zie je als mensen in de wijk wonen, dat mensen heel gauw gaan vereenzamen. En hier is in ieder geval de mogelijkheid geboden dat mensen toch niet alleen hoeven te zijn. Ze komen hier om 1:10 tot 4:00, eten samen. En naar aanleiding van wat mensen leuk vinden om te doen, hebben de mensen een bezigheid op die dag. Dus met de een gaan ze bijvoorbeeld wandelen en met de ander doen ze een geheugenspel. Achter het gebouw is iedereen is welkom, iedereen mag erin, vandaar de grote schuifbui, iedereen mag naar binnen. Wat wij heel belangrijk vinden hier in de gasterij is dat mensen zich welkom voelen. Het gastvrije moet echt benadrukt worden. We hebben ook gekeken naar medewerkers en vrijwilligers die hier werken, dat die dat ook in zich hebben. Die moeten het ook leuk vinden om hier te werken. En moeten ook echt de mensen het gevoel geven van nou, ze zijn hier te gast en we zijn blij dat ze komen. Naar beneden, naar de gasterij. Je moet er iets van maken. Ik zeg, ik kan hier wel gaan zitten grienen. Hè, want mijn man is dan vorig jaar in november overleden. Maar wat heb je dan nog? Het is niet leuk voor de omgeving, voor de kinderen niet leuk, maar voor mezelf ook niet. Dus ik ga gewoon verder. Morgenmiddag ga ik dansen. En daarna ga ik met mijn zusje in best ga ik eten. Kijk, is dat helemaal vol. Alle mensen die zijn hier nieuw komen wonen, hebben allemaal een beeldscherm in hun woning gekregen. En op dat beeldscherm zijn diverse diensten geplaatst. En daar kunnen mensen gebruik van maken. Het is gericht op mensen die zelfstandig wonen en dat zo lang mogelijk ook willen blijven. En daarnaast willen we dat mensen de regie zoveel mogelijk zelf in handen houden. En door middel van domotica, van techniek in hun eigen woning, is dat heel goed mogelijk. Hallo mevrouw Pot, wij komen u even uitleggen op het beeldscherm. Komt u binnen. Nou, ik zie al dat u alle diensten op uw beeldscherm heeft staan. Dat is mooi, want tot nu toe kon u de deur ermee openen. Ja. Maar wij willen graag dat dit beeldscherm meer functies heeft om u te helpen wat sociale contacten te hebben met andere mensen, met buurtgenoten of familie. En dat u, mocht u het fijn vinden om te laten weten hoe het met u gaat, dat u contact kunt opnemen met het servicepunt van Archipel. Ja. U kunt er gewoon op klikken. Ja. Wat kan ik voor u doen? We maken het allemaal goed hier. Nou, dat is fijn om te horen. Ik vind het wel heel positief, vooral de mogelijkheden die erin zitten als je in nood komt.
Uiteindelijk is het doel dat ieder zelf kan bepalen van welke diensten die gebruik maakt. En dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Onze jongeren blijven toch afhankelijk van de zorg van iemand. Nou, en die is nu geregeld in het WIN, dus dat geeft een heel gevoel van gerustheid. Hij was net met zijn apparaat. De gordijnen gingen open. Oh ja, laten we kijken. Dat wil ik graag zien. Is dat aangepast? Ja. Zelfs met de motorkamer. Ja. De jongen die kan niet tegen een bel. En van plotselinge geluiden kan hij niet tegen. Maar we moesten een oplossing zoeken en hij vond een liedje heel leuk. En zijn keuze was Bill Haley en It's Comets en Rock Around the Clock van Bill Haley. Dat kon allemaal. Kijk, zo aangepast is het dat ook al dat soort wensen aan werd voldaan. Wij zeggen ook steeds tegen elkaar, als we wisten dat het zo mooi zou worden, was het wachten niet zo moeilijk geweest. Ja, dat is een goede idee. Ja. Tafel afdoen. Vaatwas inruimen, vaatwas uitruimen in de kast. Want heel vaak zie je dat die mensen met een beperking alleen zitten. En als ze dan vaak alleen zitten, vereenzamen ze. En dan vereenzamen ze hier nooit. Ze hebben hier vaste momenten dat ze koffie drinken. Dus dan wordt iedereen eigenlijk dan wel naar buiten getoverd van, nou, even gezellig koffie drinken. En dat is een vast moment. En dan gaat eigenlijk, voor hun is dat gewoon heel belangrijk. Ik vind het altijd heel gezellig als ik hier kom. Wat doen jullie wel eens samen? Televisie kijken. Dansen. Filmen, zwemmen. Zo. En kletsen.